Emma Boesjes, hoe lang zit je al in Amerika? 25 jaar. Wij doen datavisualisatie. Wij werken met databases meestal tussen de 10 en 200 miljoen records. En we hebben technologie ontwikkeld om daar in real time door te kunnen navigeren. De honderden miljoenen records, oké. Hoeveel mensen werken er? Oh, we zijn een start-up. We zitten met 14 mensen op dit moment. Zie ik allemaal van puntjes hier. Dit is de Registered Voter Database. In Amerika is het zo dat als je wil stemmen, dan moet je geregistreerd zijn bij de overheid om te stemmen. En we hebben hier dus 10 miljoen mensen die stemgerechtigd zijn en wat hun politieke affiliatie is. Je kunt gewoon over op elk huis klikken en dan zie je gewoon wie het is, hoe oud hij is, zijn inkomen, zijn capital, alles. Gekoppeld aan commerciële data. Dus als je rechts in het paneel kijkt, dan zie je bijvoorbeeld land van achtergrond is. Nou, laten we dat eens even praktisch maken. We hebben hier een hele hoop mensen. Kun je eens even kijken wie de Nederlanders zijn? Dan kijk, hier heb je de Dutch, die klik je aan. En dat zijn dus 123.000 mensen. 123.000 mensen. En hier zitten ze. Dus dit zijn dan, wat is mevrouw Haase. En hier zit meneer Zander. En kun je ook even leuker maken? Kun je eens kijken van op het inkomen van deze mensen? En dan iedereen van boven de 100.000 euro? En dat is dus een groep van een kleine 14.000 mensen. Hier zie je ze. En je kunt dus ook uitzoomen en dat voor de hele staat bekijken. Of als je het hele land tegelijk bekijkt. En je ziet Manhattan zit er echt bakken met Nederlanders boven de 100.000, boven de half miljoen, zeg maar.